Hey, fijn dat je kijkt. Ik ga in deze video weer een kijkersvraag beantwoorden zonder fluff, zonder bullshit, straight to the point. En wil jij trouwens wekelijks van mij de beste tips ontvangen omtrent je pole business? Of wil je een gratis training over product research inzien van 1,5 uur waarin ik alle ins en outs gedetailleerd uitleg over hoe ik dat proces aanpak? Check dan even de omschrijving om je in te schrijven en voor nu veel kijkplezier. Wat een raad je aan. Alleen bij BUIP registreren of meteen Europees. Dat ligt eraan wat je wilt bereiken. Als je van plan bent om binnen de Benelux te blijven, dan zou ik BUIP aanraden. Het is ook een stuk goedkoper voor €240 of €244. Heb je al een registratie met 1 klasse. Dus dat. Ja, en je bent er ook wat sneller mee klaar. Binnen 2 maanden was het volgens mij dat je registratie online staat. Maar als je al plannen hebt om uit te breiden naar de rest van Europa op korte termijn, met korte termijn bedoel ik binnen nu en een jaar, ja, dan zal ik een overweging maken voor EUIPO. Ik heb een aantal EUIPO-registraties gedaan. Het kost wel wat meer geld. Ik ben rond de €1000 kwijt voor een registratie. Daarnaast duurt het ook heel wat langer. Het heeft bij mij rond de 6 maanden geduurd voordat de registratie compleet is. Dus het kost wel meer geld en het duurt ook wat langer voordat het compleet is, voordat het rond is. Maar als je al plannen hebt om uit te breiden naar Europa, dus kan het een goede zijn. Je kan het ook in stappen doen, dat je eerst een registratie bij BUIP doet. Dat is sneller, dat is goedkoper. En als je als jouw product of als jouw merk of als jouw niche zich echt heeft bewezen, dan kan je altijd nog uitbreiden naar het buitenland en dan pas de registraties doen. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet in te schrijven voor de nieuwsbrief en om je in te schrijven voor de gratis product research training van 1,5 uur. Dankjewel, tot de volgende keer.